Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen met de radarbeelden van het einde van de ochtend. We zien nog een enkel buitje over het noorden van het land trekken. En vanuit het zuiden zien we veel meer buien naderen. En die buien die geven aan wat voor wisselvallige avond het gaat worden, want er kunnen stevige buien straks over het land trekken. Heeft allemaal te maken met een lage drukgebied. Lage drukgebied is heel mooi te zien op deze modelkaarten. Ligt daar nog geen uh, boven het kanaal. En dat lage drukgebied gaat die kant op trekken. En dat betekent dat al die regen die we boven Frankrijk zien, ook over ons land gaat trekken. En dat gebeurt dus allemaal uh, vanavond. Als we kijken hoe de het lage drukgebied trekt, dan zien we dat het regengebied er mooi mee koerst. En dat het dan morgen boven de Noordzee komt te liggen. Dan hebben we tijdelijk wat beter weer met alleen nog buien in de kustregio en in het binnenland. Vrijdag dan grotendeels droog weer en later op de dag bij het oplopen van de temperatuur kunnen ook nieuw enkele buien ontstaan. Maar het lage drukgebied is dan ver weg. Dat ligt dan al boven Lapland, dus boven het noorden van Zweden en Noorwegen. En let dan ook even op wat er op de Oceaan gebeurt. Daar begint een hoog drukgebied te ontstaan en dat hoge drukgebied zorgt voor een stabilisatie van het weerbeeld bij ons. Oftewel we krijgen te maken met minder wind, minder buien, vaker zon en daardoor nemen ook de mistkansen toe. Vanavond is allemaal nog niets van dat alles. Het lage drukgebied bepaalt het weerbeeld. Windkracht 3 tot 5 uit het zuiden. En vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er kunnen pittige buien zijn met onweer, windstoten en hagel. Temperaturen zijn nog wel aan de hoge kant, rond de 18 graden. Vannacht trekken de zwaarste buien dan weg. Het klaart op. En vooral aan zee blijft er nog wel een enkele bui mogelijk. Verder aan zee ook meer wind. Windkrachten 6 à 7 uit het zuidwesten. Morgen overdag opnieuw buien. Ook weer een klap onweer mogelijk, maar er zijn ook flinke droge periodes en de zon kan ook van tijd tot tijd schijnen. De meeste buien verwacht ik uh, langs de westkust en in het zuidoosten van het land. En daartussenin zit dus een gebied waar het vaker droog is en ook vaker de zon zal schijnen. Temperaturen 16 à 17 graden. De wind waait eerst nog stevig, 4 tot 6 boven. Aan het einde van de dag beginnen de buien naar het oosten te trekken en dan klaart het vanuit het westen op en neemt ook de wind in kracht af. Vrijdag, nog steeds een enkel buitje, zoals ik eerder al zei, maar vooral in de middag en er zijn flinke droge perioden en de zon laat zich ook geregeld zien, 18 graden. Zaterdag is de kans op een bui nog kleiner en dan is de wind ook helemaal afgenomen, daardoor vroeg in de ochtend ook kans op mist. Temperatuur opnieuw 18 graden. Zondagochtend ook kans op mist en daarna zonnige periode, droog weer, weinig wind en de temperatuur moet iets inleveren. De Noordwester brengt wat koedere lucht naar ons toe, daardoor 16 à 17 graden. Op de kalender is het natuurlijk nog steeds zomer, ook al zien we de paddenstoelen uit de grond vliegen. De herfst kondigt zich aan, de temperaturen die blijven stabiel. Geen zomerweer, ook geen invallende kou, temperaturen voorlopig tussen de 15 en de 20 graden en s'nachts meestal rond de 10 graden. En wat de regen betreft, nou, voor iedereen die niet van regen houdt, ziet het heel gunstig uit. Na het wisselvallige weer van uh, vandaag en morgen, vrijdag nog een enkel buitje en voor de rest van de periode hooguit een enkele bui. Maar geen verregende dagen meer. Vanavond nog even oppassen met het onweer. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.